is zondagochtend en we zijn vandaag met de IVN, het Instituut voor Natuurwandelingen, zijn we op stap. We gaan met Wart mee. Hij heeft net wat uitleg gegeven over het voorbos, het Ulvenhoutse voorbos, onderdeel van Natura 2000. En dat er de voorjaarsflora nu naar boven komt onder de bomen voordat het blad er is. Dus we gaan straks ook even wat vragen stellen, want ze hebben een paar leuke initiatieven ook begrepen. Dus dat ze wandelingen maken en mensen die wat ouder en wat onder de leden hebben, zoals bijvoorbeeld dementie, dat ze die ook mee op een gegeven moment op pad nemen. Want het is gewoon het beleven in het bos en genieten van de flora. Maar we gaan eventjes meeluisteren, kijken wat onze gids direct allemaal te zeggen heeft. Nou, we staan hier samen met Wart. Wart, dankjewel voor de mooie wandeling die we vanochtend gemaakt hebben. Graag gedaan. En, het leuk dat jullie erbij waren. En het is altijd leuk als er mensen belangstelling hebben voor het bos en het voorjaar en wat er te zien is. En goed, vanochtend hebben al een wandeling gemaakt. Ik zou eigenlijk graag eerst willen weten wat je achtergrond is, omdat je zoveel verteld hebt vanochtend. Nou, ik heb in Wageningen plantenveredeling gestudeerd. Ja, dan weet je veel van planten en van de bloemen van planten. En ook hoe ze samenwerken met insecten. Want zonder insecten heb je lang niet altijd de bestuiving. Dus dat is een achtergrond. En verder, ik heb van jongs af aan toch wel rondgekeken met de verkenners vroeger in de natuur. Dat is mijn achtergrond. Oké, en hoe ben je dan bij de IVN gekomen? Door met wandelingen zoals deze mee te gaan. En het is eigenlijk mijn vrouw Meer die daar mee begonnen is, maar ik heb me er heel graag bij aangesloten. En zo'n 25 jaar geleden zijn we een cursus begonnen, een gidsencursus. En daar leren we nog veel meer, ook hoe je dingen vertelt en wat interessant is voor mensen. Wij zijn hier in Oosterhout, we zitten nu niet in Oosterhout, we zitten in Ulvenhout. Maar wij zijn hier in mei 2019 in Oosterhout komen wonen. En de IVN, daar zijn wij lid van. En daar zijn we nu zeg maar 3 jaar lid van. En we hebben al verschillende wandelingen hebben gedaan. Ja, ik begreep dat eigenlijk vanaf Drimmelen tot aan de Belgische grens en alles dus wat tussen de Mark en de Dongen ligt. Ja, nee, dat klopt. Dat zijn hele mooie gebieden. En het verwondert me nog steeds dat ik op gebieden kom. Nou, dat is hier ook Ulvenhout. Ik kom regelmatig in Ulvenhout bij de golfshop. En dan rij ik regelmatig door Ulvenhout. Maar ik heb nooit geweten dat het hier zo gigantisch veel bosrijk gebied is. En wat is de reden geweest eigenlijk dat u lid bent geworden van de IVN? Nou, dat is omdat dat wij van, en zeker mijn vrouw, veel meer van de natuur houdt. En het is altijd wel, ik ben niet zo loper. En dat is een van de uitdagingen om, als je niet wil lopen, om dan juist te lopen. Want dit gaat heel rustig. En hier krijg je nog uitleg van alles. Nou, dan krijg je een automatische cursus. Het maakt een enorme hoop ruimte voor zichzelf. En ook in het gras, als je in het gras komt, in echt lekker ruimte. Daar kan je ten eerste dus heel veel licht vangen voor zijn suikerproductie. En die heeft dan geen stengel. Maar hij is echt een plek geroverd en al dat niet. Moet wij het onderspit wel hebben. Wat is dan een paardenboer, is dat ook? Ja. Nou, we hebben al wat uitleg gekregen van het Natura 2000 gebied in het Ulvenhoutse voorbos. En dat houdt eigenlijk in dat het water meer gecontroleerd ook in het voorbos wordt gehouden. Hier zie je dan ook zo'n soort sluisje. Dan kunnen ze op een gegeven moment ook wat planken tussen zetten. Zodat ze eigenlijk zorgen dat niet het water gelijk helemaal door het voorbos wegstroomt. En dat er een heel veel zaken droog vallen. Dus zo kunnen ze toch kijken dat ze hier genoeg vocht ook hebben, zodat hier ook de planten blijven groeien. We kregen het uitleg ook over het ridderspoor, of de ridderzuring. Die kun je hier zien. En dat kon je vroeger kon je dat ook gewoon eten. Ik zou het nu niet doen, want het is een hondenuitlaatgebied. Dus, maar goed, dat zijn ook allemaal wat dingen in het voorjaar die je vaak ook gewoon uit de natuur kunt eten. Ja. Nou, we hebben vandaag ook heel veel geleerd. We hebben echt gewoon gekeken naar allerlei planten die we onderweg tegenkwamen. Ja. Ik vond het een mooi verhaal dat er heel veel verbinding is tussen eigenlijk het menselijk leven en het plantenleven. Ja, dat is zo. Dat is zo. De mens heeft een enorme invloed op planten. En zonder planten zouden we geen mensen hebben. Nee. Nou ja, ik denk dat we een hele mooie wandeling hebben gehad. En Wart, dank je wel dat we mee mochten gaan. En ik wens je een hele fijne zondag nog. Dank je, jullie ook. Ja. Dank je wel. Ja.